Goedemorgen, Sarah. Goedemorgen. Ah, Sarah is nog niet zo wakker. De monteur is eindelijk gearriveerd. Kijk, weet je waarom het niet lukt? Wil je wel eens zeggen? Zwaai maar hoor. Zo, Mila naar huis. Het is 2:15 trouwens. Ja. We zitten in de auto. En om 9:30 moet ik bij mijn afspraak zijn. Ja. Goedemorgen, het is dinsdag en het is vroeg. Ik heb vandaag een zeremonteur komen, maar ik weet niet hoe laat natuurlijk. Dus ik ben vroeg mijn bed uitgegaan en ik heb me allemaal aangekleed en gewassen, alles. Sarah slaapt nog, Marco is al naar zijn werk. Dus ik heb thee gezet en ik moet even goed wakker worden. Gaan we vast beginnen. Het is toch nog heet. Met de keuken in ieder geval vast opruimen. Want gisteren paste niet alles in de vaatwasser. Dus die ga ik even leegruimen, want die is nu klaar. En dan de keuken opruimen. Ik wilde een banaan openmaken, maar kijk. Hij is zo gebroken. Echt raar. Hij wilde gewoon niet de schil openen. Die heb ik nog hier. Dus hij brak gewoon. Echt, dat heb ik echt nog nooit gehad. Dat hij gewoon zo pap in één keer er midden was. Goedemorgen, Sarah. Goedemorgen. Ah, Sarah is nog niet zo wakker. Ik heb wel een bijtje voor je gemaakt. Alsjeblieft. De monteur is eindelijk gearriveerd. Alleen zijn kabel was niet lang genoeg. Dus hij is nu naar zijn bus een langere kabel aan het maken. Sarah is bezig met zich aan te kleden. Maar ze staat half aangekleed met schoenen in de kamer nu. Ze mogen wel kijken. Ja, op zich. Je hebt een majo aan en een hemd. Hey! En ze heeft de schrijf al af van school. Hier. Ja. Ik heb nog twee werkjes. Dus ik ga één taal doen en één doe ik... Ja, en Mila komt zo, hè? Dan ga je nog samen wat school doen. Daarom wilde ik dat je nu vast aan zou kleden. En dan kon je zo samen met Mila aan school. Ja, fijn? Dan gaan we school al af. Misschien wel, maar dat denk ik niet. Want Mila komt tussen over 5 minuten en 35 minuten ergens. Ik weet niet meer of het 15:15 of 11:15 was. Mama? Oh, ik kom je helpen. Waar is je arm? Mijn arm. Hier is mijn arm. Nee, de arm in je jurk. Maar kijk, weet je waarom het niet lukt? Je hebt je arm in de verkeerde mouw. Ja. Ik denk, waar is je arm? Kijk. Nu gaat het wel lukken. Nou, kom hier, moet ik helpen met knopjes? Ik vind... Ik zie er vast uit als een meisje die in de tuin werkt. Jij zegt zulke rare dingen af en toe. Mama, hij zit in de wol. Ja, maar ik ben hem aan het proberen vast te maken. Rustig aan. Heb je al nagedacht wat het volgende werkje is wat je nu eerst wil doen? Lekker lezen. Geen lekker lezen, maar taal. Taal, oké. En dan spelling? Ik doe wel spelling gewoon. Oh, ja, dat is toch je favoriet? Ja, of nu maar ik vandaag? Heb voor deze week al mijn spelling af. Ja. Dan doe je klinkers. Klinkerlief is taal. Ja. De monteur is geweest. Yeah. Mila is er ondertussen ook. De dames hebben de tafel overgenomen van school. En de ziekendoos staat er nog. Ik heb ook nog een heel pakket aan KPN zooi allemaal liggen. Dat ga ik even in de doos doen die ik nog had. Maar mijn overstap is uiteraard weer niet goed geregeld. Dus daar kwam ik net achter. Ik had eerder mailtjes gehad. En daaruit leek dus of alles goed was. Ja, er waren toch weer dingen natuurlijk niet geregeld. Dus ik zit nu de hele tijd in de wacht. In de hoop dat ik snel aan de beurt ben. En dat alsnog een werker kan zetten. Dat zou me anders heel veel extra geld kunnen gaan kosten. En daar ben ik dus alles behalve blij mee. Echt. Ja, zoals ik al vaker zeg, story of my life. Ik ga in ieder geval al die kabels even in deze doos. En dan, als ik dan naar terug kan sturen, kijk even wat er terug moet. Maar als ik dat nu niet weet, verzamel ik het gewoon allemaal even bij elkaar. Deze had ik opgerold, maar dat is er niet gebleven. Maar goed, ik moet het binnenkort toch weer door. Moet je wel zeggen?
Zeg maar hoor. Zeg maar wat. Hi. Vind je het leuk? Ja. Nou, doen jullie even lekker lunchen? En we hebben vier dagen geleden gezoend. Oh nee, een kusje gegeven. Daar was ik bij. Was toch niet gezoend. Kusje gegeven. Nou, dat kan hoor. Dat is gewoon heel normaal als vriendin hoor. Kijk, hij gaat niet echt dicht nu, maar goed. Eindelijk, ik heb de overstap nu geregeld. En het kon niet meer goed geregeld worden, maar dat hebben we nu met een omweg dus goed geregeld. Meiden zijn klaar met school. Ik had op een gegeven moment met ze naar hun roosters gekeken. Nou, van dit en dat, dat moet echt nog af. En als jullie dat dan af hebben, dan hebben jullie de rest van de tijd tot Mila opgehaald wordt om te spelen. Dat werkte, want toen hebben ze echt flink doorgewerkt. En dat is nu af. En ik ben nog bezig met de after-schoonmaak van alles wat er gebeurd is. Sowieso met het stukken van de week. Dan zit er altijd een hoop stof in huis. Maar ook achter je kastje. Dat is niet de plek waar je het meest komt. Dan moet ik zeggen, het viel echt positief mee, zeg maar. Ik dacht echt, daar komen zoveel stofwolken achter vandaan. Maar dat, ik probeer ook altijd wel echt mijn best doen om te stofzuigen in de kasten zo goed als kwaad als zo goed of kwaad als dat het lukt. Dus ja, ik was niet heel erg ontevreden. Maar ja, alles blijft wel wit elke keer. Dus ik zit wel echt in een enorme poetsbui nu. En over een uurtje moeten we weg. Dus de meiden hebben nu een uurtje om lekker samen te spelen. En nou ja, het klinkt heel gezellig boven. Zijn we vadertje en moedertje geloof ik aan het spelen. Of een variant daarvan boven. En dan heb ik tijd om nog even dingetjes hier verder af te maken voor we gaan. Oh ja, ik moet niet vergeten zo de pakjes voor opa mee te nemen. Ik doe natuurlijk vaak maaltijden voor opa in vriezen. Of als we overhouden, maar als we bijvoorbeeld net als gisteren stamppot eten, dan doe ik gewoon een aardappeltje extra, zeg maar. En dat vindt opa echt super lekker. En dan heb ik een goede portie stamppot voor hem. Dus even de diepvriestas vast op tafel gelegd, dan kan dat zo gelijk mee. Want mijn moeder gaat morgen naar mijn opa. En ik ga natuurlijk zo naar mijn moeder. En anders zou mijn vriezer te vol staan elke keer. Mijn moeder heeft een hele grote vriezer. Dus dan neem ik het mee. En dan neemt zij het morgen weer mee daar naartoe. Dat werkt echt heel goed. Nou, ik ga nog even verder zoveel mogelijk doen als dat ik kan. En dan kunnen we dadelijk gaan. Zo, Mila naar huis. Het is 3:15 trouwens. Ja, we zitten in de auto. En om 3:30 moet ik bij mijn afspraak zijn. Ja, vandaag moet je om 3:30 er zijn. Dus we gaan rijden. En vanavond. Rotti. Jouw rotti. Ja, het is echt super lekker. Ja. Want de saus was voor mij heel pittig. Maar sinds dat mama er crème fraîche bij doet, is het echt super lekker. Dus als jullie rotti maken zonder de crème fraîche, moet je daarna, als je hem heel pittig vindt, doe je lekker crème fraîche bij. Ja, als je, ik weet niet hoeveel water erbij moet, want ik doe die knorwereldgerechten, want die vindt zij ook lekker. En als je dan bijvoorbeeld zeg maar 100 milliliter water in moet doen, doe ik 150 en dan een potje crème fraîche. Niet te veel water eraf, want als je er te veel water afhoudt, dan wordt die saus ook niet helemaal goed. Dus het heeft wel zijn water nodig, maar dat maakt de saus gewoon wat zachter. En verder smaakt hij gewoon, ja, goed. Hij is wat romiger. Dus het is wel anders, maar ja, wij vinden het alle drie lekker. En Kitty zei vorige keer ook, en die houdt van pittig. Ze zegt, ik mis wel het pittige, maar het is wel gewoon lekker. Net weer thuis. En mijn moeder had deze. Dit is een Glambrush. Maar mijn moeder heeft haar nu korter, dus ja, die heeft er niks meer aan. En ze heeft hem denk ik bijna niet eens gebruikt. Toen dacht ik, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat is deze. Heel benieuwd. Ik heb nog nooit een Glambrush gebruikt. Hij is dus zo. Zie je dat goed? En ook weer dat je de hitte kan instellen. Alleen ga ik nu niet mijn haar stylen. Ik denk dat ik dat morgen even ga proberen. Dus als je benieuwd bent, even morgen kijken. Dan ga ik je net even laten zien of het wat is.
dat hij het dus goed doet. Het is nu alweer tijd om gelijk te gaan koken. Bon appetit! En dit is dus de saus met de crème fraîche erbij. Dus wat lichter van kleur en wat dikker. Maar even lekker. Hè, Mo? Ja. Ja, ben je er blij mee? Ja. Marco ligt in bad, Sarah is op bed. Dus ik ga even snel editen. En daarna gaan we iets heel leuks doen. Ik heb namelijk de laatste aflevering van The Walking Dead kunnen regelen. Dus daar ben ik echt heel blij om. Want ik had echt geen zin om maanden te wachten. Ik vind het zo stom als iets dan af gaat lopen. Dus die gaan we zo kijken. Yay! Het was zo spannend. Echt. Het was zo'n cliffhanger. Dus ik wil echt weten hoe het afloopt nu. We hebben die aflevering gekeken. Marcus was gelijk daarna naar bed gaan. En toen kwam ik achter dat ik het verkeerd had begrepen in dat stuk. En het stond er ook best wel raar in. Maar er komen dus nog 6 afleveringen. Alleen die komen pas later. Maar ondanks dat we dus nog niet helemaal klaar zijn. Het was echt zo'n grote cliffhanger. En daar hebben we dus nu wel op gezien wat er gaat gebeuren. En in de aankomende, even denken, wat was het? 2 maanden ongeveer. Komen er dan nog 6 afleveringen. En later komen er dan nog films. Maar die moeten geloof ik nog gemaakt worden zelfs. Dus dat is afwachten. Oh, ik heb verder nog gegeten en dingetjes opgeruimd. Maar ik heb de camera ook niet meer gepakt. Want ik denk, ja, een beetje same of the same things I do every day. Dus ja, ik ga de vlog gewoon afsluiten en lekker mijn bedje in. En hopelijk wordt het morgen een beetje een leuke dag. We hebben behalve school nog niks op de planning. Maar ik hoop dat zij een beetje opschiet. Dan kunnen we even wat leuks doen. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.